Ik heb eigenlijk geen idee wat we gaan doen. Nee, dat is ook het hele idee, zeg maar. Ja, draai. Doe het. Welkom bij de vlog van Enzo. We gaan met z'n allen zo van let's go. Het wordt vandaag weer een gekke show. 4 uur online, dus tempo. Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Welkom op de kermis. We gaan nog een keer. De bal vast. En de kamelenrace. Ja, dames en heren, welkom bij de kamelenrace. We houden even de ballen vast en dan gaan we weer van start, dames en heren. Oké, zijn jullie er klaar voor? En Roma! Oh, dat is zo mooi. Hoe kan jij dat ook weer zo goed, hè? Dat is echt ongelooflijk. Jij weet ook gewoon, wat is de kamelenrace? Ik ken dat niet. Nee, maar het klinkt wel alsof het echt bestaat. Ik lijk een heel klein stukje horen. Volgens mij is dit ook precies hoe het gaat, zoals Daniel zei. Ik ken sowieso dat, hoe heet die ook weer? Die turbopolyp, of hoe heet dat? Ja. Wat is het ook alweer? Maar zoals jullie zagen, zijn dat dus serieus gewoon kamelen die een race doen. En dan kan je blijkbaar inzetten of zo. Ja, je moet ballen gooien. En dan als de bal bijvoorbeeld in 4 gooit, het zijn van die gaten, weet je wel. Zo'n ballenrolspel. Ja. Als je hem in 4 gooit, gaat de kameel 4 stapjes naar voren. En als je hem in 1 gooit, gaat hij 1 stap naar voren. En als je hem misgooit, gaat hij in 0. Dus dan gaat hij niet naar voren. Dus je moet steeds zo proberen om hem in 4 te gooien. Dan gaat je... En dan wie het eerst aan het einde is, die wint. Ja, weet je wat ik altijd leuk vond? Touwtje trekken. Ja? Ja, dat vond ik altijd zo leuk. Dan heb je echt zo'n 10.000 van die touwtjes op rij. En dan zie je allemaal van die prijzen. En dan denk je, oh, die touw. En dan ga je helemaal zo nadenken van, oké, dat touw gaat daarheen, die kleur. Ja, dit is hem. En dan trek je aan en dan krijg je uiteindelijk echt gewoon de meest saaie sleutelhanger ever. Ja, en dan hoopt hij dat er een scooter omhoog zou trekken. Ja, en uiteindelijk valt het allemaal tegen. Tenzij je echt heel, heel, heel veel geluk hebt. In ieder geval, de kermis is echt geniaal. Ik hoop dat ik binnenkort weer een keertje een mooie kermis mag bezoeken. Heb jij nou echt het meest favoriete spelletje ever? Laat het even weten in de reacties. Ik ben benieuwd wat jullie het leukst vinden. Ik vind dat schieten vond ik ook altijd wel vet, maar dat mocht ik nooit doen vroeger. Schieten? Daar was ik te klein voor, dat mocht ik nooit schieten. Maar dat deed dan mijn stiefvader. Als jij zo graag wil schieten, dan gaan we dat toch regelen. Ja. Kleiduif schieten. We kunnen toch kijken of... Dat wil ik een keer met jou doen. Kleiduif schieten. Dat is wel heel vet, ja. Dat is wel echt goed. Schieten van kermis in de buurt. Weet je nog dat we in de duin gingen schieten bij die golfbaan? Ja, dat weet ik. Dat ging wel heel goed toen. Ja, dat was wel vet. Terwijl we echt alles raakgeschoten. Dat was goede buks. Wij gaan even lekker eten, dames en heren. Wij gaan lekker smikkelen. We hebben hier een bageltje. En daar gaan we even van alles opgooien. En dan gaan we even lekker smikkelen. En ik wou zeggen, dan krijgen we even energie. Maar die is al aanwezig, zoals je ziet. En we ook bij Daniel. Een hartige donut, toch? Wat dan? Nou, het lijkt op een donut, maar dan anders. Ja, nee, dat klopt, zeker. Ik heb echt nooit een bagel gegeten, volgens mij. Echt niet? Nee. Oké, nou, eens is de eerste keer. Geniet ervan. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Alsjeblieft. Daniel wil graag rijden. Oh, hij kan het niet ook mee. Ik wil wel graag mee, ja. Dankjewel. Weet je, er heeft een reus in gezeten. Ik heb gereden. Ja. Zo, we gaan eventjes naar een winkel. En eigenlijk hebben we zoiets van, we gaan erheen en we zien wel. Ik heb eigenlijk geen idee wat we gaan doen. Nee, dat is ook het hele idee, zeg maar. Soms dan ga je gewoon iets doen waarvan je niet weet wat je precies gaat doen. En ook niet weet wat er gebeurt. Maar dan gebeurt er altijd wel iets. Ja. En dat vind ik mooi, weet je wel. En dat vind ik ook het mooie aan het vloggen. Is dat soms dan doe ik iets of dan ga ik ergens heen. En dan denk ik van, ja, maar ik heb geen idee eigenlijk wat of hoe. En dan uiteindelijk heb je het eigenlijk bijna altijd naar je zin. Random dingen. Ja, random dingen inderdaad. Dus ja, laten we gewoon even ergens heen rijden en random dingen meemaken. Ja, is goed. Zal ik even jong leren in de Lambo? Ja. Wie zal het zijn? Wie zal het zijn? Ik denk dat het Noël is. Hallo, goedemiddag, met Enzo Knol. Ja, ik spreek met... Hallo. Ik heb inderdaad een fout gemaakt met de opdracht. Ik heb hem gestuurd naar Zeist. Maar dat is waarschijnlijk het oude adres geweest. Ja, klopt. Ja, daar moest de watermeter niet vervangen worden. Ja, nee. Dus ja, mijn excuus. Kan gebeuren. Is het mogelijk dat ik een nieuwe afspraak met u maak? Ja hoor, dat is prima. Oké. Ja, excuus nogmaals. Nee, geen probleem hoor. Hele fijne dag. Oké. Dag. Hoppakee, geregeld. Lekker. Dus ze zouden voor de watermeter zouden ze langskomen, want die is te oud in deze woning. Dus die moesten ze vervangen. Maar ja, ze kwamen niet opdagen. Dus ik dacht, jeetje, wat duurt dat lang? Maar ze waren per ongeluk nog bij het oude adres, bij het appartement.
Wow, gast. Je kan niet zo hoog gooien, hè? Nee, maar... Oh. Dat kan niet gewoon. Ja, het gaat wel. Wel moeilijk, maar... Wow, lekker hoor. Hoppa! Lekker hoor. Let's go. Nice. Kan je ook met één hand en dan zo dik? Ja, zeker. Gewoon twee ballen in één hand, zo. En dan... Ja. Hoi. Nee, ik heb eigenlijk meer ruimte nodig. Dat is het gewoon. Kijk, let maar op. Ja. Ja, acrobaat kunnen worden. Kom er een keer. Nice. Hoppa. Zo. Wanneer is het laatst dat je in een auto hebt gereden? Oh, een poosje geleden. Ja? Weet je nog hoe het moet? Volgens mij wel. Volgens mij. Oké, hij staat aan. Vroom. Dan gaan deze omhoog of omlaag. En dan, hij staat nu in park. We moeten volgens mij één keer flipperen, toch? Nee, je moet naar achter. Ja, ik moet achter. Dus dan pak je de hendel vast. Deze? Nee, deze hendel. En die trek je naar achter. Oh ja, reverse, ja. Juist. Lekker man. En als je dan in z'n één wil zetten, dan moet je inderdaad flipperen aan het stuur. Juist, dan zit hij in z'n één. Lekker man. Weet hij dat? Ja, dat weet hij wel. Dan is het toch mijn auto maar. Nou, gaan we. Wil je nog een bakje thee? Ja, doe maar. Oh, lekker hoor. Ah, ik Mag je hem even terug, ja? Ja, zet hem even terug. Ja, dankjewel. Ga even liggen. Ja, ga maar even liggen, joh. Jij is dat bed chill? Als hij zo'n luchtbed wil. Camper bed air. Zo! Holy moly. Wat dus. Ik denk dat als ik een keertje een dutje wil doen, dat ik gewoon hierheen kom om te dutten. Dan zip ik dit gewoon dicht. Het is best wel chill hoor. Je bed is echt heel chill. Dit is een popper of zo. Maar dat kamperen wordt steeds luxe, joh. Ja, dat is niet normaal. Nou, we zijn in ieder geval in een kampeerwinkel. En we gaan hier even een beetje lopen loeren. Dit is wel echt nice voor in de tuin bij ons. Dat we gewoon hier, €15. Ja, om bijna overal te kunnen slapen. Ja, nou, over de touwen. Wil jij eens laten zien hoe het werkt? Ja. Want ik heb zoveel filmpjes gezien dat dit fout gaat. Volgens mij is het best moeilijk, hoor, om er goed in te komen. Oh, lekker, man. Echt zo'n rupsje. Het is de bedoeling dat ik zo'n mooie vlinder uitkomt. Hij draait zich gewoon om. Kijk die dikke billen van hem ook, jongen. Hij heeft zo'n dikke sanka, die man. Wat? Je draait gewoon. Ja, dat wil ik wel even proberen, ja. Het is een test, hè, of die goed is. Ja. Het lijf? Op welke school heb je dat geleerd? Sportschool. Ik zie denk ik in de sportschool 10 van deze dingen op een rij staan. Nee, dichtklappen. En dan? Omdraaien. Gast, ik weet het niet. Ja, doe het. Doe het. Oh shit. Je moet je benen hier zo een beetje klemmen, zo. Een beetje klemmen? Ja, gewoon een beetje. Nee, ja, gewoon dat je... Zo. Cool. Oh ja, draai. Doe het. Ja. En nu doordraaien? Ja. Wow, dit is geniaal. Wow, je wordt er 1000 van. Zag je dat hoe snel het gaat? Ik moet janken. Check dit. We gaan hem meenemen. Ja, we gaan deze kopen. Ja, is... €15. Kijk hoeveel lol je ermee hebt. Ik heb gelijk hoofdpijn.
Dit is mooi, deze nemen we mee. Eerste item gekocht. Daniel gaat meteen naar de gewichten toe, maar ik heb zoiets moois. Dit kunnen we ook doen in de tuin. Dit gaat geheid fout als wij dit doen. Dit is zo'n ding, dat zet je op en dan moet je slaan. Turnbal. Ja, maar kijk, ik zie hier staan Turnbal Junior. Maar kijk, hier zie ik staan... Wij zijn robuust. Ja, robuust, wij strong. Wij zijn zeer robuust. Ja. Dus wat nou als we deze meenemen? Ja, niet de junior. Nee, deze, dit is wel sick hoor. Turnbal. Dit is echt leuk. Ik denk dat het nog moeilijk is ook. Ja, dat kunnen wij. Ja, nou we hebben al en een hangmat. Onze haakmat. En we hebben een turnbal. We moeten alleen nog even een touw hebben voor de mat. Juist. Waar we aan kunnen ophangen. Goeie. En dan gaan we gelijk tussen twee bomen inspannen. Juist, doen we. Daniel die gaat even een setje knallen hier. Let's go. Even bank drukken, man. Laten we gewoon even een goede sessie doen, inderdaad. Waarom niet? Oh, ik hou hem wel vast. Even testen of het goed spul is. Ja, misschien nemen we hem andersom mee. Je weet nooit. Je weet nooit. KP Active outfitje ook. Lekker, man. Is dit 80? Serieus? Hoezo, dit is 80 kilo. Sowieso 8 keer. 5, 6, 7. Kom op. Nou, wat een troep is, hè? Pinnetjes. Dat was het pinnetje van, hè? Oh, holy shit, man. Ik ben in zijn nek gelopen. Dit probeer ik. Ja, ik wil met 60. Ja, ik heb voor je hoofd. Zo vet uitzien, dames en heren. Wat jij deed. Wat? Wil je dat nog eens doen? Ik vind dat er altijd zo vet uitzien. Pull-ups. Kijk dan. Ja, hij heeft even heel lompse benen wijd. Oh, pas op, dat ding gaat helemaal heen en weer. Zo, dat was wel een vette oefening trouwens. Nice. Hij is wel vet hoor, om zoiets te hebben uiteindelijk. Ja, dippen. Oh, lekker. Nice, gast. Ik wil even dat je doet alsof dit je aardsvijand is. Het is ook een beste unit, dit. Ja. Er moet water in. Ja. Zand. Ja. Dan doet hij het. Zand. Ken je de elleboog? Nee. Oh. Hij slaat terug. Oh. Oh, mijn nek, gast. Gaat dat? Oh, zo, ik krijg gewoon klap terug. Oh, we gaan weer verder. Ja. Oh, zo mooi dit, jongens. Is het dan zo dat als je raak slaat dat die lamp aangaat? En hoezo? Alweer een winnaar! Alweer een winnaar! Ja. Kipsaté. Ja, serieus. Wie leest ook altijd kipsaté wie dit zit? Ik zweer het je, ik lees altijd kipsaté. Zo, maar dit is wel goed hoor. Ik heb altijd als ik bij zo'n boer loop, dan moet ik oppassen dat ik niet op die kip sta. Hey, maar we zitten erover na te denken, dames en heren. Gast. Ja, is wel hard. Hey, we zitten erover na te denken om zo'n shirtje te kopen en dat zo in de tuin te doen alsof we vette pro's zijn. Ja. Pas me op met dat ding, want die is echt hard. En dan zo klunk, dat geluid ook wat je hoort als je hem slaat. Poenk. Ja, dat is wel vet hoor. Dus zo'n bal is dat dan toch? Ja, zo'n bal is dat. Oh. Oh, vol op mijn rug. Los van die kipsaté stok en een paar van die kleine ballen. Kijk, deze ballen zie je niet zo goed op camera. Maar we hebben hier een bal gevonden die je wel heel goed gaat zien op camera. Kijk eens even. Dit is nice hoor. Je slaat alleen je halve arm eraf, denk ik. Komt die zachtjes? Oh, inderdaad. Dat is wel een moeilijk.
Moet je een hele zware knuppel hebben. Ja. Kan je beter gewoon een kleine tennisbal pakken. Ja, we hebben een kleine nodig. Maar deze is wel leuk, dat wel. Ja. We kunnen het wel proberen. Ik denk, €4, sportiefste prijs. Ik denk dat ik gelijk een schouderblessure heb als ik dat volgas doe. Nou, we nemen er eentje mee. Is goed. Valt in ieder geval wel goed. Is goed. I thought this was €4 because it was here. No, no, these balls are not even for sale. Ah, oké. Okay. Jammer. Nu gaan we het meemaken hoor. Daniel is bij zijn favoriete afdeling. Ik ben een testmodel. Hoppakee, gast. Nou, even uittesten. Kickflip. Oh, hij is los. Ik zie het, ja. Wow, mooi ollie, gast. Lekker hoor. En een kickflip. Oh, bijna. Oei, yo. Ja, deze gast kan dat wel, hoor. Ja, die is goed als Nathan, hoor. Nathan moet het een keer mee skaten. Ja, ik wil hem echt een keer zien skaten, ja. Oké, okay, het is genoeg, het is genoeg. Ik wil erbij. Oké. Okay. Nou, hij is wel goedgekeurd. Nee. Kun jij mee skaten? Ik skate zelf. Alleen ik heb best wel een middenkortversuur op deel. Ah. Oké, okay, je mag hier een kickflip mee doen. We hebben een soort van longboard achter. Ja, oké, okay, let's go. Zo, bijna gast. Land hem, land hem. Kan je. Oh, dude. Mooi, joh. Wel sick hoor. Lekker gast. Wow, die was heel sick. Hé, hey, goede tip man, dankjewel. Hey, goede tip. Leuk. Wat Daniel nog nooit eerder heeft gedaan. We hebben al even warm gespeeld en die gast die kan padellen, jongen. Ik wist ook al gewoon dat het wat voor Daniel was. Dus wij gaan met z'n tweeën in een team. Zo, holy moly. We moeten even bukken hoor. En we gaan samen tegen Sheet en samen tegen Wouter. Yes. Let's padel. Kijk hoe mooi dit is, dames en heren. Die hond die zit hier lekker te chillen. Daniel zit namelijk wat te eten hier zo. En die hond die denkt, hallo. Hallo. Zo schattig, hè. Echt een hele mooie hond dit. Echt heel mooi. Nou, die heeft een mooi plekje zo. Hoe heet die? Zitten we te chillen met die hond hier. Hey, wel lekker gepadeld voor de eerste keer, maat. Nou, dat ook. Ja, netjes gedaan. Wij gaan heerlijk avondeten en vanavond gaan we naar een leuk iets. Tenminste, dat verwacht ik. We gaan naar de release party van Busy. Dus ik ben heel erg benieuwd wie er allemaal zijn en hoe het album gaat klinken. Ik heb hier in ieder geval heerlijk eten voor me. Spaghetti carbonara. Zo ziet dat eruit. Met lekkere spekjes ook erbij. Kaas er doorheen. Gemaakt door Miron. Is lekker? Lekker. Weet jij hoe Busy echt heet? Leendert. Boelandschap. Ja. Maar zo gaan we hem niet noemen, denk ik. Dat vindt hij niet leuk. Zo gaaf. Wordt het geluid om huis. Wat een shot, hé. Holy moly. Oké, goed. We gaan even lekker smikkelen. Maar dit betekent wel, Daniel, omdat ik er vanavond vandoor ga met Mandy, Shahid en Maiwen. Je hebt genoeg, maar niet mee. Nee, jij hebt andere plannen. Jij gaat RuneScape spelen? Nee. Nee, maar omdat we allebei andere plannen hebben. Sorry. Is het zo dat wij niet meer met die spulletjes kunnen gaan klooien in de tuin? Dus dat moeten we volgende keer even doen. Want ik denk wel dat dat hilarisch gaat worden. Ik heb het wel leuk met je gehad. Doe het gewoon in een doos. Ja, de winkel was echt leuk. We doen het gewoon in een doos en die doos die blijft dicht totdat ik jullie. Dan zet ik ADA Daniel op en die bewaar ik dan voor zijn. Ja, dat is goed joh, dus goed. Top. Gaan we dat doen? Dus dat wordt hartstikke leuk. Dus even een duimpje omhoog als je er zin in hebt, dan gaan we even mooi klooien in de tuin. Bij deze afgesproken. Juist.
We gaan er vandoor, dames en heren. En de dresscode voor vanavond is beige. Dus ik ben helemaal in wit / beige. Het was wit, crème, beige-achtig. Dus dat is helemaal gelukt. Ik heb hier ook nog een truitje mee voor als het koud wordt. Het is op het strand als het goed is. Strandfeest of zoiets. Bij een strandtent. Ik hoop dat het mooi weer wordt. Hier in de tuin is in ieder geval één grote drap, zoals jullie kunnen zien. Dus het is even een beetje kijken waar je het best kan lopen. Maar we hebben er wel zin in. Gaan we nou een auto? Hey, rustig aan, maat. We gaan de volgende keer lekker flikvlooien in de tuin, oké? Okay? Dat wordt echt leuk. Jullie kijkertjes, vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren als je het nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie volgende keer in de tuin. Is goed, rustig aan, bro. Dikke vette. Peace. Wow, tegelijk, hoor, die was lijf. Is goed, rustig aan, bro. Doe een super feestje. Komt goed. En doe alleen het groetjes. Rustig aan. Oké, okay, let's go. We gaan met de rode race monster. Dames zijn ook allebei in crème. We zijn ready. We gaan. Dames en heren, check eens eventjes. Het is wel droog. Het is wel nice. Ja, we gaan zo even op het strand liggen. Ja, wat ben je mooi gekleed trouwens. Ja, mooi kolletje. Ja. Ja. Hij kwam na het padellen ging hij met mij mee naar huis. Hij had geen outfitje. Dus toen ik aan hem vroeg, heb je wel een outfit? Het zei ik heb wel wat voor je. Ja, dus heeft nu maar ja, ik kreeg eerst allemaal tuinpakken en ja, brede outfit. Jij kreeg allemaal mijn swag, maar ja. Jij bent altijd strak gekleed. En ik heb altijd breed of zo, wijd. Ja. Maar is het toch prima zo? Oh. Kom je net binnen? Nou, in ieder geval, er is hier een strand. Dit is hier een strandtent en dat heet Bernie's en daar gaan we eens eventjes ons aanmelden. En dan heb ik wel zin in de zomer, man. Ik heb ook zin in de zomer, man. Check deze vlogcamera, je kan nog 25 minuten filmen. Nee, ik kan nu ook ongeveer een uurtje filmen en dan is het goed, man. Wauw, damn. Deze had mijn moeder vroeger mee op vakantie. Deze kan er nog een paar foto's maken. Heel ouderwet. Maar het is wel mooi, man. Dat is leuk. Nice, man. We zijn in ieder geval nu op de release party. Busy die is nummer voor nummer aan het zingen, rappen, de hele mikmak. Nice hoor. Wow. Katje, wat vind je ervan? De eerste release party van ons. Vooral de lucht heel mooi. De zonsondergang. Maar ik vind wel fijn even muziek luisteren. Wel een goede vibe, hè? Ja. Op het strand zo. Zeker. Ja, is nice. Ja, iedereen beige, outfitje. Hey, voor jou wel het mooiste. Ja, ja, is mooi hoor. Wat zeg je? Ik vind je broek dan. Ja, dat zien we later terug. Mensen hebben het gehoord. Ik vind jou ook de mooiste. Niemand heeft een trui aangetrokken op het shirt van. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Ik heb zin in de zon. Hey, ik heb zin in de zomerman. Daar gaat ie. Ik heb zin in de zomerman. Ja, dit nummer is wel echt lekker hoor. Is het wel zomerman? Zo, dames en heren, wij zijn weer thuis. Het is 10:01 in de nacht. Het is laat, dus wij gaan lekker naar bed toe. Wij gaan slapen. Ik vond het hartstikke gezellig. Veel mensen gezien die ik nog nooit eerder had. Wow! Ja, ik schrok me echt dood. Veel mensen gezien die ik nog nooit eerder had gezien, dus dat was wel echt nice. Was gezellig. Blijft toch wel echt gek hoor, om dan op zo'n release party te zijn en dan zeg maar ook zoveel artiesten te zien die ik gewoon luister en die ik ook al gewoon vroeger luisterde en hard vond. En dat ik dan in één keer met mensen in gesprek ben, dat ik denk, huh? Ben ik serieus met hem aan het praten? What the fuck? Ik heb hem gewoon geluisterd al vroeger en zo. Ja, dat is wel echt gek om te beseffen hoor. Dan sta ik er echt een beetje flabbergasted zo van, oh, dit is keihard. En dan heb ik zoiets van, ja, ik wil geen fanboy uithangen of zo. Ik wil geen foto vragen. Nee, dan wil ik ook niet lastig vallen met een foto of zo. Maar dan zit ik wel zoiets van, wow, kijk.
keihard. Dit is wel echt tof. Holy shit. Kijk waar ik ben met deze mensen. What the fuck? Dat vind ik wel echt gewoon cool. Dus ik heb het wel echt naar mijn zin gehad. Want Marvin en ik zijn niet echt van de events of de parties of dat soort dingetjes. Maar ja, we kregen te horen als Busy iets regelt, dan regelt hij het goed. En dat zei hij zelf ook nog toen we bij Sheets verjaardag waren waar hij was. Dus toen zei hij van ja, het is echt tof geregeld. Dus ik dacht, nou ja, we geven het gewoon een keer een kans. We gaan heen. En ja, ik ben verbaasd. Het was echt nice. Het was gezellig. Mooi op het strand. Zonsondergang genoten. En dus genoten van allemaal gewoon andere mensen. Bekend of niet trouwens. Hoor, ik heb gewoon meerdere mensen gesproken en het was gewoon gezellig. En ik ga verder niemand in specifiek noemen of zo, maar de mensen die ik heb gesproken, die weten dat wel. Het was in ieder geval leuk. En waarschijnlijk heb ik nog geen eens iedereen gesproken die ik wilde spreken. Maar goed. Ik wil ook niet bij iedereen aanhangen en kloppen zo van yo. Nou, anyways. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.